In Nederland is al enige jaren een verschuiving zichtbaar. Van de aanleg van voorzieningen in de openbare ruimte naar het onderhoud en beheer ervan. Oftewel asset management. Bij wegen, vaarwegen, kunstwerken en andere voorzieningen in de openbare ruimte, maar ook bij vliegvelden en containerterminals, draait het dan maar om één ding. Hun kwaliteit en betrouwbaarheid. Die bepaalt de vitaliteit van onze infrastructuur. Het team Verharding en Asset Management van Unihorn ondersteunt beheerders van infrastructuur bij het beantwoorden van de vraag: wat heeft u in beheer? Wat is de kwaliteit? En wanneer moet er wat gebeuren om die kwaliteit op het gewenste niveau te houden? Van oudsher is asset management van Verhardingen een kernactiviteit. Al ruim 25 jaar investeert Unihorn in specifieke kennis op het gebied van asfalt, element- en betonverhardingen. Gebruikmakend van eigen onderzoeksmaterieel en een geaccrediteerd laboratorium onderzoeken wij bestaande verhardingen, bepalen de restlevensduur en adviseren over de optimale onderhoudsmaatregel. Inmiddels doen we veel meer dan alleen verhardingen. We houden ons ook bezig met alle overige weggebonden infrastructuur en voorzieningen in de openbare ruimte. Onze opdrachtgevers verwachten advies over de volledige levenscyclus van hun assets, inclusief prioritering, soortonderhoud en bijbehorende planningen en budgetten. Dit alles geborgd in hun asset management systemen. Unihorn zorgt op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor inzicht en balans en levert zo waardevolle en kosteneffectieve adviezen voor het asset management van onze weginfrastructuur en openbare ruimte.